Jongens en meisjes, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Gamers at Gear, waar we elke week de laatste tech gadgets en gear bespreken. Elke dinsdag op gamers.nl, een dagje later op YouTube. Naast me zit Tom Kouwenberg. Dit is Peter Bouwman. En we hebben vandaag, sinds de uitvinding van de iPad, het ding gevonden waarvan we dachten, dat heb je nooit nodig, maar als je hem eenmaal hebt, gebruik je hem ook eigenlijk niet, maar wil je nooit meer afstaan. Je wil nooit meer zonder. Het is de Elgato Stream Deck, mensen. En dat is een ongekend niche product. En voor €150 heb je een paneel met knopjes. Ja, en het is alsof je zelf de regisseur bent van je leven. Maar dan van je streams. Ja, nou ja, ook wel buiten je streams. Het is natuurlijk bedoeld voor streamers en een klein beetje content creators, want het is helemaal een soort van klein toetsenbord, 15 toetsen, die je ook dan ook mooi in kan programmeren. En dan kun je dus allerlei verschillende dingen opzetten. Dus je kunt zeggen van ik wil nu live gaan, of je stuurt een tweet uit, of ik wil nu de chat veranderen in alleen maar follower chat voor 10 seconden. Of allemaal van die kleine dingetjes die je in kan programmeren. Je noemt een paar voorbeelden, maar eigenlijk is het antwoord alles. Nou, alles wat je op een computer kan je instellen op dit ding. Ja, bijna wel. En waarschijnlijk als mensen dit zien, denken ze €150 hooi, ik kan toch ook gewoon elke een paar... Elke cent waard. Je kunt natuurlijk zeggen, je kunt een heleboel van die dingen kun je natuurlijk ook gewoon doen met soort van shortcuts op je toetsenbord. Tuurlijk, ja, maar je zou bent toch geen kunnen... fucking peasant? Je wilt toch gewoon dit ding? En nee, we worden niet gesponsord door Elgato, maar ik vind het echt serieus een awesome apparaat. Het is heel goed voor die niche. Er zijn gewoon een aantal veel eisende streamers die gewoon heel makkelijk dingen willen kunnen bedienen. En dat je gewoon kan zien van hoeveel kijkers je momenteel hebt op dat ding. Is wel fijn. Ook als je minder schermen hebt, weet je, de meeste streamers doen het met 2 of 3 soms wel. Nou ja, dit kun je met 1, kun je je game lekker groot doen. Dan kun je alsnog wisselen tussen scènes of je microfoon muten of wat dan ook. Allemaal kleine dingetjes die je helemaal zelf in kan programmeren. Allemaal profieletjes maken. Is leuk. Tom, hou me tegen als ik te snel ga. Waar kan ik het kopen? Je kunt... Nee, het is grappig. Waar ik het over heb... De link in de beschrijving. Waar ik het over heb is dat je hebt, er zitten allemaal beeldschermpjes in. Ja, het zijn kleine LCD beeldschermpjes. Je kunt ook zelf helemaal instellen. Ja. Dus als jij Pornhub hebt, dan kun je gewoon Pornhub instellen en zie je Pornhub. Ja, dat heb ik dus ook, want dat is ook het leuke. Je kunt hem ook... Dat is ook heel normaal. Ja, goed, het werd al gezegd. Ik had hem ook op een gegeven moment in de top 5 tech van 2017 en dan had ik wel een Pornhub knop erop. En dat was natuurlijk wel raak op YouTube. Haha, heeft Pornhub erop. Ja, nou ja, goed, dat kan dus ook. Het leuke is ook dat die buitenstreams best wel nuttig kan zijn, omdat je dan allerlei andere dingen erop in kan stellen. Dus bijvoorbeeld shortcuts voor websites of weet ik veel, dat je zomaar wat dingen opstart. Ik heb een aantal profielen erop en een knop waarmee ik kan wisselen tussen al die profielen. En dan is er gewoon eentje die handig is voor het streamen, eentje voor het opnemen van gameplay, eentje gewoon voor je dagelijks gebruik, dat je, weet je wel, of eentje met gewoon je favoriete games allemaal erop zetten. Kun je zo aanklikken. Je mag zelf die schermpjes dan ook inprogrammeren met welke knop je wil hebben, wat het heel even wordt als je hem indrukt, of bijvoorbeeld wat die is als je aan het streamen bent en wat het is als je offline bent en dergelijke. Dat kun je allemaal mooi zelf doen. Het is wel heel leuk, het is heel niche, maar het is wel heel fraai om ermee te klooien en een beetje te tweaken, zodat je hem precies krijgt zoals je wil in een stream of daarbuiten. Ja, zeker als je een beetje een tech geek bent zoals Tom. Kijk, ik ben hier natuurlijk weer veel te lui voor. Maar als je een beetje techgeek bent, dan vind je het ook heel leuk om in te stellen. Ja, nee, dat is het ook wel. De software is ook serieus echt super toegankelijk. En het mooie is ook dat Elgato hem ook heel goed update. Er zijn gewoon een heleboel dingen waarvan mensen die hem kopen, die zeggen van nou, ik wil dit zien. Nou, ze hebben een Reddit en dergelijke open, ze hebben allerlei fora open en dan gooien ze gewoon een aantal toffe nieuwe features erin. Dus bijvoorbeeld die 280 tweets, karakters, hadden ze vrij snel toegevoegd. Er is ondersteuning gekomen voor Streamlabs, wat heel veel streamers naast Twitch nog gebruiken om allerlei effecten in te stellen. Gooien ze er gewoon ook allemaal op. Dan kun je dan lekker tweaken, kun je lekker profielen tegenwoordig ook importeren, exporteren, is wel zo handig. Is mooi. Ik wil het hebben, maar ik zeg gelijk erbij, €150 is heel veel geld. Ja, een niche. Het is een niche product, maar goed, dat laat ik aan jullie. Weet je, daar kan ik niet over oordelen. Ik vind het elke cent waard, want ik vind het gewoon een heel vet apparaat. En als jouw hart hier sneller van gaat kloppen, moet je het ook vooral zeggen. Maar het is veel geld. Het is wel enorm veel geld, maar dat krijg je als je inspeelt op een bepaalde hele kleine doelgroep. Dat doen ze wel, dan doen ze wel heel doelgericht. Maar goed, dat is eigenlijk alleen maar rendabel voor de heel veel eisende streamer die echt veel wisselt tussen scènes en dergelijke. Dan is het nuttig als jij gewoon een streamer bent die af en toe een spelletje speelt en misschien nog een webcammetje erbij. Ja, dan is dit geen €150 goed gespendeerd. Dan kun je beter een paar leuke games kopen of een mooi nieuw toetsenbord of iets dergelijks. Maar inderdaad, ja, voor die niche waar het op inspeelt, vraag gedaan. Ja, wat het doet, doet het goed. En daar komt het eigenlijk op neer. Precies. Zeker als je streamer bent of gewoon houdt van geeky gadgets. Nou, dat zeker. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Elgato Gear. Of Gamers at Gear, we zijn al niet overgenomen. Nog niet. Maar het zit eraan te komen na deze aflevering, denk ik. Nee, ik ben echt fan. Maar mocht je een mening hebben over... maak me ook aan meneer Trump.
Laat het ons weten in de reacties hieronder. En bedankt Tom voor deze bijdrage. En wil je echt alles weten over de Elgato Stream Deck? Kijk dan vooral op gamers.nl voor de uitgebreide geschreven review. Ja, die staat al live. Die staat al live. Zoek er even op. Staat ook in de beschrijving. En hij zat ook, spoiler alert, hij zat in de top 5 beste tech van 2017. Het is namelijk de beste tech van 2017. Nou, in de palm of your hand. Oh ja, dat is ook waar. Nu het zegt. Oh, de dingetje is ook super handig. Er zit een kickstand bij. Kun je hem op verschillende manieren plaatsen. Anti-slip. Handig toch? Wat was je favoriete keer? Ik heb het item gemist.